Welkom, lief mens. Gelukkige verjaardag, lieve maagdmensen. Dit is een speciale boodschap voor het dierenriemteken maagd en tegelijkertijd een boodschap voor de andere dierenriemtekens. Hoe de energie ervaren kan worden in de periode van maagd, 23 augustus tot 22 september 2022. Misschien is het hoog tijd om een nieuw hoofdstuk te schrijven in een oud boek. Regels, vaste patronen en structuren zijn bedoeld om te worden uitgedaagd en veranderd. En de geschiedenis smeekt altijd om opnieuw te worden geschreven. Zorg er wel voor dat je alle consequenties hebt overwogen, voordat je het gaat herschrijven. Onthoud dat wat je nu doet niet alleen jou zal treffen, maar dat alles en allen elkaar beïnvloedt. Geschiedenis is belangrijk. Of je het nu leuk vindt of niet, je bent het resultaat van je geschiedenis en je voorouderlijke geschiedenis in één. Het is jouw taak de verhalen te hervertellen die de regels hebben gevormd waarnaar je nu leeft. Of je dit nu zelf leuk vindt of niet, daar gaat het eigenlijk niet eens om. Regels, wegwijzers, zijn er niet voor niets. Zo geeft de geschiedenis een aantal zeer belangrijke lessen. Neem even de tijd om naar jouw persoonlijke en collectieve geschiedenis te luisteren. Lees en leer. Kan je het voorstellen? Een leefwereld zonder een opgenomen geschiedenis? Niets om je ook maar iets te vertellen over de wereld waarin je leeft, die geschapen, gevormd en gegroeid is? Al deze geschiedenisverhalen en de rol van kleurrijke karakters zouden nooit zijn verteld als niemand bewust een inspanning zou hebben gemaakt om deze verhalen door te vertellen of op te schrijven. Elke generatie, ook jouw generatie, heeft een verhaal te vertellen, een les om te delen en wijsheid om te geven. Denken aan een wereld waar geen toegang is tot deze informatie is ondenkbaar. Wie je bent vandaag is het resultaat van deze verhalen. Zonder deze verhalen zou niemand van ons een gevoel van identiteit en doel hebben. We zouden niets hebben om ons te gronden binnen de ruimte en tijd waarin we nu leven. De verhalen van onze persoonlijke en collectieve geschiedenis vormen een deur die zich opent naar de expansie van energetische rijken waar ontwaken en een nieuw begin afkomstig zijn. Je wordt gegidst voorbij de wolken van de aardse wereld, naar een dieper begrijpen van je eeuwige, onsterfelijke identiteit, naar de bron van alle waarden en kracht. Deze deur opent zich naar waarachtig onbeperkt potentieel, want de veranderingen die gebeuren, raken je diep in de kern van je wezen. Je persoonlijke innerlijke kracht kan toenemen en een verdieping met de geestelijke wereld tot stand brengen. Wees niet verrast dat je meer intuïtief wordt en je meer bewust wordt van de aanwezigheid van engelen, gidsen, vader, moeder, God, creator, of krachtiger wordt in het beoefenen van heling. Nu is het de uitgelezen tijd om jezelf te openen voor de onverwachte leiding en inspiratie van Vader, Moeder, Creator en het wonder en de kracht van het bewustzijn van wie je werkelijk bent. Heel veel wordt en is mogelijk op dit moment. Veranderingen, te mooi om waar te zijn, kunnen wel eens werkelijkheid worden. Alles is verbonden door de universele stroom van bewustzijn. Elke ervaring die je hebt,
lijkt zijn eigen levensverhaal te hebben, met een begin, een midden en uiteindelijk een eind. Goed dan ook. Het is gevaarlijk om gebeurtenissen gescheiden te zien van anderen, omdat ze in feite allemaal deel uitmaken van een voortzetting van een grotere evolutie. Zoals een altijd voortdurende magische stroom, worden jouw ervaringen gefilterd door de hele wereld, waarbij het steeds meer informerend en beïnvloedend leidt van het ene naar het andere. Inspiratie, uitvinding en openbaringen komen meestal niet tot slechts één persoon. Het collectieve bewustzijn is een gedeelde opslagplaats van potentieel. Wanneer je jouw deel herinnert binnen het stromen en de continuïteit van het leven, word je een kanaal voor grote inspiratie. Sta het wonder toe om door je heen te stromen en realiseer je dromen. Jouw succes zal voordelig zijn voor velen. Je bent heel en je hebt alles wat je nodig hebt binnen in jezelf. Je wordt gevraagd om van heel nabij te kijken naar de omstandigheden van je leven, om te zien of je volledig aanwezig bent of reageert vanuit beperkingen, vanuit je verleden en onbewuste verwachtingen. Wanneer je gewond bent, kan het voelen alsof iets essentieels van je gestolen is. Je past je aan en je aanvaardt een bepaalde versie van de waarheid, dat dan aanspoort om je in de toekomst op een bepaalde manier te gedragen. Wanneer je geconfronteerd wordt met de situatie die je herinnert aan wat ooit eens is voorgevallen. Wat je weet over jezelf wordt een invloed door een perceptie van beperking. Je kan je onwaardig voelen of zonder moed. Je kan jezelf zien met tekortkomingen en als iemand waar moeilijk van gehouden kan worden. Of je kan verwachten dat je bekritiseerd wordt. De waarheid is dat je een krachtig wezen bent met oneindige mogelijkheden. Jouw creator heeft veilig gehouden wat van jou gestolen werd door verwondingen in je leven. Meesters in liefde, engelen en gidsen omringen je en moedigen je aan om wat je verloren bent terug op te eisen. Je hebt alles waarvan je gelooft dat het je ontbreekt. Jouw creator is de bron die je in alles wat je nodig hebt voorziet. Handel alsof je hebt wat je nodig hebt en je zal ervaren dat je alles hebt wat nodig is. Alles is mogelijk. Met bewustzijn zullen de wonden van het verleden je niet langer bepalen en het opent een deur naar heling en iets totaal nieuws die je diep gelukkig zal maken. Namaste.